het scheppingsverhaal, zoals het echt verliep. Op zijn eerste dag schiep God licht en duisternis, de dag hierna water. En de derde dag het vaste land met al zijn groen in overvloed. Op dag 4 voorzag hij de aarde van zijn hemellichamen en dan op dag 5 schiep hij dieren. Maar de voorlaatste dag had God eigenlijk iets anders op zijn programma staan. Zijn vrouw wilde ook al een paar weken een nieuw kleedje en God moest en zou dat die dag creëren. Waardoor hij eigenlijk niet meer veel tijd had om de mens te scheppen. God keek na die hectische dag naar alles wat hij gemaakt had en dacht dat het goed was. Maar op de zevende dag zag hij dat hij misschien iets te snel tevreden was geweest. Adam kon zijn handen niet thuis houden en Eva was een irritante wijsneus. God dacht diep na en schiep vervolgens dat hemelse potje dat voortaan al zijn problemen zou oplossen.